哦，我不送了。休息一个。我休息的出这个人的。还有什么红梅？Nou, beste Kivitas, welkom weer bij het Artsjesjournaal met Amieke van den Berg senior. En met Amietje Fernhout. Met onder andere een kijkje op huis Adam. Daarnaast gaan we even langs bij het bestuur. Ik bedoel, wat doen ze nou eigenlijk op een dag, hè? Ja, en een geweldig initiatief, de Week van de Lichamelijke Vorming. Ja, en daarin zit een gladjes lunch en ook darten, dammen, dellen. Maar goed, eerst in dit journaal dus het bezoek aan huis Adam. Op dinsdagmorgen 10 januari gingen we 's morgens vroeg met de Arsie naar huis Adam om onder andere de verjaardag van Amietse Langerak te vieren. Oh, is de tijd. Hallo. Hallo. Ik denk, hè? Morgen. Gewoon een lijpje. Ik denk dat iedereen nu weer wakker is. Goedemorgen! Zo, gaat het ermee? Waar komen we even? Hebben jullie weer uitgebeld? Ja. Is er helemaal niemand wakker hier? Jongen. Is Jens thuis? Ja, linksachterin. Linksachterin? Ja, die gaan we even wakker schudden. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. Hoera! Ik ben de Piep! Hoera! Hey, goedemorgen, Jens. Goedemorgen. Goedemorgen, ontbijt. Goedemorgen. Voor mij is het ook 8 uur, ja. Dit is wel echt heel leuk! Ja. Boom des levens is een beetje... Ja, bedankt Jens voor onze aanwezigheid. Hey you! Zo, maar die glijbaan, dat was wel een goede unit, hè? Ja, dat heeft de mietsbouw wel goed voor elkaar, hoor. Ja. Ja. Nou, gaan we weer verder naar onze vaste rubriek langs bij het bestuur om te kijken wat zij nou eigenlijk doen. Dat is elke keer weer een verrassing, natuurlijk. Nou ja, zoals al zei, we gaan even langs bij het bestuur om te kijken wat ze aan het doen zijn. Nou, loop maar mee. Wat ben je aan het doen? Ik ben bezig met het halfjaarsresultaat, aangezien het volgend jaar op de AV wordt gepresenteerd. Oh, volgende AV. Volgende week. Ja. Ja, wil dat een beetje lukken? Ja, ik ben aan het kijken hoe het er nu voor staat. En normaal heb je dat natuurlijk wel in je hoofd. Vaag. Maar dit zijn de keiharde cijfers en ik ben nu conclusies aan het trekken voor volgende week. Kijk, zaai joh. En daar heb ik even goede concentratie voor nodig. Dus daarom zit ik hier. Ja, goede zaak. Ja. Nou, succes dan nog even. Dankjewel, jullie ook. Nog even, wat voor muziek luister je erbij? Ik luister op dit moment Jack Sparrow. Ik weet niet Jack of je dat kent. Klinkt als Jack Sparrow? Ja, het lijkt er inderdaad op. Het is een Zuid-Afrikaanse rapper. En hij profileert zich vooral met een heel interessante kledingstijl waar een pet bij hoort. En die dan ongeveer zo'n lange klep heeft. En dat respecteer ik dan. Ja. Lachen. Ja, mooi. Volgens mij zag ik voor de rest niemand in het hok zitten. Zo, Amita Abartes. Wat ben jij aan het doen? Zo, er komen een paar mensen van de Vera die komen met mij overleggen hoe ze best een lezing kunnen houden. Natuurlijk, hebben wij natuurlijk het meeste verstand van CZ. En dus ik ga even met ze overleggen, want we willen in het kader van het lusteren van de TU 175 jaar bestaan ze. En we willen een mooie lezing houden over het studentenleven. Natuurlijk, hebben wij natuurlijk het meeste verstand van CZ. Het is namelijk zo dat het studentenleven staat een beetje onder een slecht vergrootglas. Ja. Natuurlijk, hebben wij natuurlijk het meeste verstand van CZ. Dus heel veel mensen denken, ja, studenten alleen maar zuipen, helemaal niks doen. En deels is dat waar, denk ik zelf ook. Natuurlijk, hebben wij natuurlijk het meeste verstand van CZ. Maar als we nou een lezing organiseren met allemaal oud-leden die mooie verhalen hebben over studententijd, hoe ze daar in die tijd gevormd zijn en allemaal dingen hebben ondernomen die er nu nog steeds bij is. Ja. Goed.
Het lijkt me een hele positieve uitstraling hebben, natuurlijk ook op de TU. En op de beurs van Delft. Wat ga je vanaf de muur doen dan? We hebben vandaag constitutieborrel in Leiden. We hebben niet eens een officieel verband met NSL eigenlijk. Maar je ziet toch vaak een soort gemiet tussen die twee verenigingen. Het ligt misschien aan de eenheidsworst aan geslachten tussen beide verenigingen. Vrouwen en mannen, die passen goed bij elkaar blijkbaar. Sommige gale datingsborrels gaan wij weer heen, andere gaan zij weer heen. Dus dat werkt altijd goed. Dus we gaan ze feliciteren met een mooie salamisnijder. Die ga je misschien nog zien, deze rapportage van het journaal natuurlijk. Maar dat, het is wel, we gaan een mooi verhaal bedenken en kijken hoe het er allemaal toe gaat leiden. Kijk eens, nou, door naar het verslag van de activiteit in Leiden dan maar. Fiskus. Ah, hallo, ik ga hier. We lopen door Leiden nu om het bestuur van de NSL te feliciteren met hun 26e constitutie. Eigenlijk eerst constitutie, maar 26e bestuur, laat ik zo zeggen. En onze mooie salamisnijder. Helemaal verkeerd. Yes. Dat is uitstekend. Terug naar jullie, Arsie. Dankjewel. De abactus had de afgelopen weken wel erg veel tijd over. Dat blijkt uit een nieuw initiatief van het bestuur, of van hem. De week van de lichamelijke vorming. Met onder andere de gladjeslunch, waar onze cucuur Amitse Jongbloed verslag van deed. Ja, Amitse, we zijn hier op de woensdag lunch aangekomen. De gladjeslunch. En dat, je weet natuurlijk dat gladje is in het Engels, Anglo-Saxisch is dat smooth. En dat is ook de reden dat wij hier allemaal gezond aan het worden zijn. Even kijken hoe het eraan toe gaat. Dus willekeurige ingrediënten. Nee, dat is hij. Dat is bij elkaar gevoegd. Dat is hij. Ja, wat heeft de keuken nog meer? Pesto. Dat was ook groen. Ja, maar pesto. Ja, een klassieke combinatie. En Michelin, hoe vindt u deze ervaring? Dit is wel echt een gladde ervaring. Ik vergeet de peren niet, hè, jongens. Ik vergeet de peren niet. Beetje stroperig. Ja, peren hierbij, ja. Maar wat zit er in deze smoothie? Wat hebben we aan peren? 80% spinazie, een beetje yoghurt en ja, een beetje fruit. Oh, brood. Zullen we hier ook gewoon bij gaan? Nou, een goede lunch hebben we gewoon. Nou, dat zag er niet allemaal even glad uit. Maar goed, we gaan door. Ook onderdeel van de Week van Lichamelijke Vorming was de Damme Darten Dellen activiteit. Ja, er wordt gedart, er wordt gedamd en daar wordt verslag van gedaan. Het is nog niet helemaal duidelijk wie het is, maar dat gaat u zo zien. Amitse, wat is mooi om toch weer een item te hebben in dit journaal. Kijk, de prezes van de Assi is in één keer aan het studeren. Dat moest ze blijkbaar ook nog. Naast alle drukke bezigheden als Assi-prezes. Kijk, wat is een moeilijke wiskunde allemaal. Laten wij er ons niet mee verder mee bemoeien. Maar laten we verder gaan de week van de lichamelijke vorming. Dus ik ga weer trapje naar beneden. Wat is er allemaal voor muziek gaande daar? Oh, de activiteit darten, dammen en tellen is bezig. Marco, is het 16 toch? Of 15? Hey, dood. Hé, dat kan ik aan doen, checken. Ja, bijna klaar. Ga even een puntje doen. Ja, super. Ik ben lichaam voor. Mietje Venno, wat vindt u nou zo mooi aan deze activiteit? Ja, zo'n de 3D's is toch mooi. Is toch een mooi symbool van de lichamelijke vorming. En dat, zoals we zien, darten is toch een goede biceps oefening. En in die zin denk ik zeker dat we goed op weg zijn. Mooi. In een betere lichamelijke vorming der Civitas. Tot door. Oftewel, 9. Wat moet jij hebben? Dubbel 13. Gooi je. Is lukt dubbel 13 gelukt? Is het in de 9? Nee, ik ben nog bezig. Kijk, het ging best wel bijna in de buurt. Ja, 1 en dubbel 13. Ja, je moet eindigen met dubbel. Heet de prezes? Nee, ik weet niet meer wat ik heb gegooid. Weet jij nog wat ik net gooide? Ja, 18. Gooide hem. Je ziet, men is helemaal bezig met een eigen sport, met een eigen ding. Dat is natuurlijk een kenmerk van een echte sport. Je gaat er helemaal in op. Helaas blijven de damborden nog voorlopig leeg. Er staan wel schijven op, maar de deelnemers dat blijven nog een beetje achter. Hier staan.
terug naar jullie, Assi. En nu dan het weer met Sjaak. Sjaak, wat heb je voor ons in petto? Hoi Sjaak. Dankjewel Sjaak. Jij zegt gewoon dankjewel Sjaak. Nou Sjaak, brand maar los. Wacht even hoor. Dankjewel Sjaak. Dag Kivitas. Yes. Dankjewel Sjaak, dag Kivitas. Ja, dankjewel aan Mieke van der Berg Senior en aan Mietje Vernhout. Die zonnekap kan van die camera, want het is niet zo mooi weer vandaag, we zijn hier in de regen. Het weerbericht staat alweer goed in de stijgers. En ja, wat kan ik zeggen over het weer wat gaat komen? Het gaat koud worden, we krijgen last van ijs. Op zich niks mis met ijs natuurlijk. Maar daar moet je student op de fiets wel rekening mee houden natuurlijk. Dus tot zover het weer, denk ik. Het weer, dat was het weer. Joe! Dankjewel Sjaak en dag Kivitas. Dit was het Archie Journaal. Veel succes en veel plezier met het lezen van de tweede arro. Oost. Zeg, dat ging goed hè? Ja, dat was heel mooi.